Dit is hem, het nieuwe Nijntje Museum. Zo ingericht dat het lijkt alsof je een van de bekende boekjes van Dick Bruna binnenloopt. Dus alle tekeningen die je hier ziet, die zijn door hem gemaakt. En die hebben wij in het groot uitgevoerd en gebruikt om daar een heel eigen wereld van te maken. De wereld van Nijntje. En een wereld die natuurlijk heel erg die is van peuters en kleuters. Met de bijzondere inrichting is het niet echt een standaard museum. Maar het is dan ook bedoeld voor een bijzonder publiek, voor wie een museum heel anders werkt. En spelen is voor kinderen eigenlijk ook gewoon leren. Dat is leren over jezelf, leren over de ander en leren over de wereld. Dus er is heel veel om te spelen en heel veel verschillende soorten spel hebben we uitgewerkt hier. Na de verbouwing is daar alle ruimte voor, want het museum is meer dan 2 keer zo groot geworden. Ook is er extra aandacht besteed aan kinderen die slecht zien of horen, zodat ook zij de wereld van Nijntje kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld te kiezen voor een variatie aan materialen, aan technieken, dingen die ook te voelen zijn of te ruiken zijn, zodat het hele lijf eigenlijk gestimuleerd wordt hier. Op die manier kan iedereen van het Utrechtse icoon genieten, want Nijntje blijft voor veel kleine en grote mensen toch wel de favoriet.